Suriname boekt goede vooruitgang in termen van onze schuldposities. Dit zei het interim minister van Financiën en Planning, Albert Ramdin, tijdens zijn bezoek aan de jaarlijkse vergaderingen van IMF en World Bank Group in Washington, D.C. De commerciële crediteuren hebben aangegeven dat zij deze regering willen ondersteunen om een oplossing te vinden en dus hoopt minister Ramdin nog voor het einde van het jaar een afronding te kunnen zien in deze onderhandelingen. Verder hebben Suriname en Frankrijk een schuldherschikkingsovereenkomst getekend. Daarin zijn afspraken gemaakt over de uitstaande achterstallige betalingen tot en met 2021 en de schuldenlast van 2022 tot 2024 tot een bedrag van 17,8 miljoen euro. Nikeri kampt al jaren met een tekort aan irrigatiewater voor maximale rijstinzaai. Om een optimaal waterbeheer ten behoeve van rijstarealen in het district Nikeri te garanderen, heeft het ministerie van LVV gisteren twee aannemingsovereenkomsten getekend met het bedrijf Naturata Reliability NV. Het bedrijf zal moeten zorg dragen voor de complete vervanging van twee pompen te Wakai en het onderhoud van een derde pomp. Dit project zal worden gefinancierd uit de staatsbegroting. En het onderdirectoraat e-government van het kabinet van de president heeft in samenwerking met UNDP een Digital Readiness Assessment, DRA, in Suriname uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was om digitale transformatie in Suriname te analyseren en aandachtsgebieden voor de overheid te identificeren op het gebied van infrastructuur, wet- en regelgeving, overheid, economie en mensen. Het DRA-report, waarin de uitkomsten van het onderzoek zijn vervat, is gisteren aan president Santokki overhandigd.